Ik sta hier op het Rokin voor nummer 99 voor het gebouw van het effectenkantoor Oudhof. We staan eigenlijk een beetje ingeklemd tussen het geweld van de Noord-Zuidlijn. Want hier vlakbij, tussen het Spui en de Dam, komt een van de belangrijkste stations van die Noord-Zuidlijn. Na het Centraal wordt dat zelfs het drukste station. Dit gebouw valt ontzettend op als je hier langs rijdt in eigenlijk ja, die historische gevelrij. En toen het werd opgeleverd in 1990... zorgde het dan ook voor heel veel ophef en volgens sommigen leek het zelfs op een ja, luxe bordeel. Dit is eigenlijk heel tekenend voor de architect, namelijk Mart van Schijndel. Want zijn werk wordt heel erg gekenmerkt door provocatie. Hij wil altijd provoceren met zijn gebouwen. Hij heeft verder heel veel oog voor de ambachtelijke kant en voor moderne technieken en materialen. En dat doet hij niet alleen bij gebouwen, maar ook bij meubels en andere voorwerpen, zoals de beroemde Delta-vaas die hij gemaakt heeft van drie glasplaten die op een bepaalde manier tegen elkaar zijn gezet. Wat betreft dit gebouw, als je iets nader ernaar kijkt, dan valt het eigenlijk wel mee en wijkt het minder af dan je op het eerste gezicht denkt. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de opdeling van de ramen, dan komt dat vrij overeen met de buurpanden. En net als het puntdakje, het fronton bovenop, dat refereert eigenlijk aan het buurpand. Verder, wat behelste de opdracht? Nou, de opdracht van het effectenkantoor Oudhof behelste dat het natuurlijk een gebouw moest zijn dat vertrouwen uitstraalt. Je moest laten zien dat je geld in veilige handen is. Vandaar dat Van Schijndel ook gebruik heeft gemaakt van dat gekoten, spiegelende glas, waardoor als je overdag er langs loopt en je wil naar binnen gluren, dat ja, niet kan. Je ziet alleen maar jezelf. Tegelijkertijd is het 's avonds eigenlijk helemaal omgekeerd, omdat dan binnen de lichten branden en, het buiten donker is. En dan heeft die gevel eigenlijk een heel uitnodigend karakter bijna, omdat je dan heel goed ver naar binnen kan kijken. Ook de massieve voordeur, die ja, boezemt toch ook ontzag in. En een grappig detail hierbij is het handvat, want daar zijn twee slangen in verwerkt. En dat is een verwijzing naar de handelsgod, de Romeinse god Mercurius. Tegelijkertijd, naast die klassieke indeling, heeft Van Schijndel ook juist gebruik gemaakt van hele moderne materialen en technieken. Zoals dat ja, luxe graniet en ook dat bollen van die glazen erker. Dat was echt zijn tijd vooruit. Dus daarmee wordt eigenlijk ook gezegd dat effectenkantoor is wel zeker bij de tijd. En op de hoogte van ja, de modernste ontwikkelingen. Wat betreft het interieur, behalve het kantoorgedeelte, zit er ook een appartement in. En dat zit helemaal boven, achter de voorzetwand, bevindt zich een loggia, een inpandig balkon van het appartement. Wat betreft, wat heeft de architect met dit pand willen zeggen? Eigenlijk heeft hij willen zeggen dat de architectuur niet voor eeuwig is. En dat je als architect dus ook niet voor de eeuwigheid moet bouwen, maar juist aandacht moet hebben voor het tijdgebonden karakter ervan. Dus daarom heeft hij bewust heel veel gebruik gemaakt van trendgevoelige materialen. Zoals dat groenige graniet. En ook is het grappig dat die kleur refereert aan de kleur van de Fiat Tipo. Een hele populaire auto op dat moment. Dus eigenlijk is dit pand een mix van een klassieke indeling en tegelijkertijd hele vooruitstrevende technieken en materialen. En ook wat dat betreft niet heel gek op het Rokin, want daar heb je wel vaker uitstapjes tussen de traditionele panden. Een moderne invulling.